De meuren van Minussie van Onger en Terre, van boven naar wetten, het is fijn. En linde erbij en een spechtige sperre, kan anders geen uit het west ook zien. Een kruis van die linde en de bladen verloren, en nood onze vrouwke, het is fijn. En mij bloeien er bloem bij en aangedoren, kan anders geen linde het west ook zien. De boeren die passeren te paard of te voeten bij nood onze vrouwke, het is fijn. Slaan tegen al de klak om Maria te groeten. Zo'n angers geen boeren uit het west ook zijn. Naar Rozenbroek en Mertag reed de boer zo is zo brie. En op een wal of wegenwal reed het wien voorbij. Hij keek en hij verkende zijn beur negen, Marie. Hé, Maria, riep hem wel eens in. Ga je niet mee met mij? Ze liet het geen twee keer zeggen en blidde kwam ze bij. Hoewel ze het wat verlegen was. Waarvoor? Ze wist het niet. De haren op de Sieze, Marie en Sois Soubrie, daar zaten en daar zwegen ze. Ja, zwegen. I en zie. Daar zaten en daar zwegen ze, hoe lang al, ik weet het niet. De lange lesten lachten niet en schoven een liedje bij. Maria zeiden stilletjes, je moest toch niet trouwen met mij? En zie, die niet een liever en hadden, zei zeeren, en waarom niet? Wat dat er toen gebeurde, dat verklap ik niet. Maar één ding dat weet allemaal, ze trouwden, zie en niet. En gaan ze nu naar Rozenbroek, een jaar is rap voorbij, nu zitten er op de Sieze geen twee niet meer, maar drie. De Berten, via Beukenbus, stiefstellelijk verloren, stocht dus van Pieten Spetenbrood met zonnebloem ervoor. En Annie vele Spetenbrood, en aan mijn rooien nog, hij kwekte kiks in Keunekot, dat aan zijn hevels toe. En als aan ondertienen waren, en vetten schoon en aard, zijn snelle dochter die ze dood, of ging er mij naar de markt. Een keer, en had het ingeslag, en mijn maande mei, honk fieke met zes kiekens maar naar bellen naar de steeg. En als het waar een kappel kwam, een hertje die haar zag, zei stief beleefd, bonjour, ma belle. En fieke zei, een dag. Een dag, zei fieke. En het hertje zei, hoe is ge vous allez? Met kiekens naar de markt. J'en achète les dix, c'est permitté. Maar lijkt dat er maar zes waren, dat hertje, hoe dat wist. J'achète, zei la fille avec. Ça va la bien dis. Maar Fie, die ook geen blote was, pakte haar man en zei, mijn kiekens zijn te kopen, monsieur, maar het meisje is niet wij. Er is hier één persoon waaraan we deze prachtige locatie te danken hebben. En die willen we vandaag in de bloemetjes zetten. Marcel Messiaen bracht 17 september 1957 een bezoek aan het Openluchtmuseum in Bokrijk, dat toen nog in oprichting was. En hij wou dat ook. Daar is het idee ontstaan om een openluchtmuseum te starten aan de andere kant van België, in de Westhoek, en dat liet hem niet meer los. In 1958 werd de regionale heemkring Bachten de Kuppe geboren, onder hoofdman Karel Romaan Berkaag. Een van de kernpunten was het tot stand brengen van een klein landbouwmuseum met klein landbouwalaan. Zijn eerste museumstukken had Marcel al verzameld, bij hem thuis. Een ploeg, een windemul, een butterkern en het viskarretje van zijn grootvader. En de bouw van een openluchtmuseum laat de bezielers niet los. En op de jaarlijkse boerenbedevaart in Isenbergen, bijgewoond door de bisschop, enkele ministers, honderden boeren en boerinnen, lanceerde Marcel een opmerkelijke oproep. Wie helpt ons aan een oude schuur? Vraagt hij. En Sanderdaas had hij al prijs. Ze kregen een schuur Krukhol. Heb ik dat juist gezegd? Dat is de Krukhol. Ja. Okay.
aangeboden in 1759. Afkomstig van de wijk La Chore in Leisele. Ze hadden nu wel een schuur, maar ze hadden nog geen grond. En weer kwam pastor Van Heulen met de oplossing. Een stuk kerkengrond werd voor de periode van 99 jaar als bouwgrond verhuurd aan de Heemkring. Met de 7-tal vrijwilligers zijn ze dan die schuur gaan ontmantelen en hebben ze die hier terug opgebouwd. Het eerste bouwsel van het Openluchtmuseum stond er. Vrij snel volgde een bakhuisje en een wagenkot en samen met de bouw van een boerenhuis uit de 17e eeuw vormt het geheel de Houtlandse hofstede. Eerste minister Wilfried Martens. Het museum heeft een heel moeilijke periode gekend, maar dankzij de inzet van het Alveringhams echtpaar Bertrand en Odette en met de hulp van de trouwe vrijwilligers Wesley, Mark, Johan en Patrick hebben ze de voorbije jaren het museum toch verder kunnen openhouden. Dus ik zou vragen dat die mensen eventjes naar voren komen om een geschenkmand op te halen. Dat Marcel aan extreme verzamelwoede leidt, dat is een understatement. De collectie van het Openluchtmuseum bestaat ondertussen uit 72.000 stukken. Hij noemt zijn museum een staaltje bovengrondse archeologie. Je hoeft hier niet te graven om de geschiedenis te ontdekken, zegt hij altijd. Maar zelfs Marcel durft nu toch al een keer toegeven dat sommige huisjes toch een klein beetje te vol staan. Al die stapelletjes en winkeltjes. Een oud boerendorp dat tijdens feestelijkheden opnieuw tot leven komt met de uitbeelding van allerlei vergeten ambachten. Zoals koorddraaien, vlaswingelen, spellenwerken, dorsen van de vleien, broodbakken en ijzersmeden. En wel Marcel, dat is nu wat we wilden doen voor je 50ste jaar jubileum. Je droom om het museum nog eens in zijn volle glorie te kunnen aanschouwen. Vorig jaar is Marcel via Elke van Ziel IJzervallei tot bij mij gekomen met de vraag of we met de gemeente kunnen helpen om voor hun levenswerk te zorgen en het museum verder open te houden. Met de nieuwe equipe van vrijwilligers werd al heel veel werk gedaan, maar er was nog extra hulp nodig. We zijn op die vraag ingegaan. En ik ben dan vorig jaar toegetreden tot de Raad van Bestuur, die toen bestond uit 4 leden, Marcel, Jozef, Odette en Bertrand. Dat waren allemaal mensen boven de 70, 80 jaar en Marcel was er toen al 99. Dus verjonging was meer dan welkom. Maar wat ben je als bestuur als je geen sterke groep vrijwilligers hebt? Onze vrijwilligers hebben hier werkelijk wonderen verricht gedurende het laatste jaar. Er werd gepoetst, gekuist en geblonken. Er werd gesnoeid, geschilderd en hersteld. Er werd gehetst, groepen ontvangen, de herberg werd opengehouden en de entree werd bemand. Er werd behandeld tegen houtworm en tegen mos. De kiosk hier werd in zijn glorie hersteld, vensters en deuren werden opgelapt enzovoort enzovoort. Dit allemaal onder de leiding van Mark en Johan, die ondertussen ook toegetreden zijn tot onze raad van bestuur. En graag wil ik al onze vrijwilligers van harte bedanken voor alles wat ze hier doen en gedaan hebben. Een museum runnen doe je niet alleen. Daarvoor is een grote groep mensen voor nodig. En die hebben we hier. We kloppen bijna af dat jaar met 4000 bezoeken. Dat is bijna 4 keer meer dan vorig jaar. En de mensen zijn lovend over hun bezoek. Zelfs bussen vinden hun weg terug naar het museum. Dat belooft voor volgend seizoen. Dus we hebben nog heel veel helpende handjes nodig. Dus bij deze nog een kleine oproep. Al kan je maar 1 dag open houden, alle hulp is hier welkom. Ook wil ik nog de groep vrijwilligers bedanken die deze ambachtendag helpen organiseren hebben. Dominique, Dirk, nog een Dirk, Mark en Francine en Johan, dank u wel. Allen bedankt voor jullie komst. Dat bekijkt dat alles. Dat is een droom. Ja. Je flirt, echt waar. Je flirt omdat je mooie dingen ziet. Dat is een droom. Dat is gewoon met zo'n schoonheid dat het hier wordt. Ja. Maar je moet op dit keer weer komen, nee, Marcel. Wilt dat je leren kunt meisje uit mijn rimlarie ort. Dat is nu de waarheid en een woord, twee, drie. Koeten en klappen, ja, daarin is het vrouw ook sterk. Maar wat de pakken dan komt, dat is mannenwerk.